me voorstellen. Ik ben Herbert de Keizer en ik ben een tellig uit een eeuwoud touwslagersgeslacht. Het touwslagersgeslacht was gevestigd was in Sliedrecht en wel de Baanhoek, vernoemd naar de touwslagerijen die er geweest zijn. Zelf heb ik nog in de touwbaan gewerkt, het vak geleerd. Want het vak leren, dat kan je dus niet op een school doen, op een avondschool, dat bestond vroeger niet. Dat moest je puur en alleen in de touwslagerij, moest je dat geleerd worden. Dat vereiste toch wel een stuk vakmanschap. Een vakmanschap wat eigenlijk in je handen getimmerd werd als het ware. Door veel standjes te krijgen, door steeds maar weer te corrigeren. Leer je op les een heel goed product maken als het in je vingers zat. Want touwslagersvak moet gewoon in je vingers zitten om een heel mooi product te krijgen. Om dus een boot aan vast te leggen. Om voor de visserij vele doeleinden uit dat er touw vroeger gebruikt werd. De grondstoffen die gebruikt werden om touw te maken, die waren van verschillende soorten. We hebben namelijk vlas en we hebben hennep. Dat was een inheemse plant die hier volop gekweekt en groeide. En we hadden ook nog, toen we de wereldzeeën gingen bevaren, eigenlijk werd er geïmporteerd de sisal. De sisal komt bijvoorbeeld uit Latijns-Amerika en we hebben uit veel landen waar het verbouwd werd. We hebben nog Manila, Manila-trosje. Manila is uit de Filipijnen, daar zegt het al, de hoofdstad Manila. En daarnaast hebben we ook nog Bangladesh. Bangladesh, daar komt dan de jute vandaan. De jute werd gebruikt om jute zakken te maken, maar ook om touw. En als laatste hebben we ook nog een product, dat is namelijk de kokos. De kokos, dat is ook een hele harde vezel eigenlijk, maar daar kon men dus ook nog touw van maken. We zijn nu in de locatie wat vroeger ook nog toebehoorde aan de touwbaan. Ja, de touwbaan hadden verschillende locaties eigenlijk, als ik het zo mag noemen, verschillende gebouwen. We hadden een gebouw waarin de dikke scheepstrossen gemaakt werden, die mondden uit in de lange touwbaan, die wel 300 meter lang was. Daarnaast hadden we gebouwtjes waar dus het spinnersgedeelte in zat. Het spinnersgedeelte waar dus eigenlijk de kinderen moesten draaien aan de haken om de spinners aan het werk te houden. Daarnaast hadden we, dat lag dan wel wat verder van de touwbaan af, dat is de derde locatie. En dat was namelijk een locatie om het touw te tanen, te teren, om het dus te conserveren, om het zo lang mogelijk goed te houden. Van de producten die we dus net besproken hebben, kiezen we er één uit. En we kiezen dus nu voor de vlasgaren. Van de vlasgaren gaan we nu een touw maken. We gaan als volgt gaan we dat doen. We pakken twee garens van de spoel. Vervolgens leggen we een platte knoop. Kijk, trekken we aan. De eindjes snijden we eraf. Voor het mooi glad te maken. Zit het aan elkaar, dan bevestigen we die aan een haak aan de twijnmachine. We hebben dus het garen bevestigd aan de twijnmachine. Vervolgens lopen we dus de garens uit naar de slee aan de andere zijde van de touwbaan. De touwslager moest dus verschillende malen tussen de twijmachine en de slee heen en weer lopen om zijn garens op te zetten voor het maken van een string. Als ik genoeg garens opgezet heb, pak ik de tol, plaats die tussen de strengen en die breng ik dan naar de slee toe. Als dit proces klaar is, gaan we terug naar de twijmachine om de strengen op te draaien. Als de garens opgedraaid zijn, dan komt de slee naar me toe, want het touw wordt korter. Als de strengen hard genoeg zijn, gaan we het touw maken. Ik pak de tol en draai vervolgens de haak door de rondte van de slee
om een touw in elkaar te slaan. De strengen worden strakker, de tol komt naar mij toe en achter de tol heb ik dus dan een touw gefabriceerd. Op deze manier is door de eeuwen heen, door mijn familie hier in Sliedrecht de Baanhoek, op een ambachtelijke wijze touw gefabriceerd. Die was bedoeld voor de visserij, voor de scheepvaart, voor de landbouw. Door de moderne middelen werd het verdrongen om de touwbaan in stand te houden. Ik doe dit alleen nog op evenementen om te laten zien hoe op een ambachtelijke manier touw geslagen werd. Maar ik denk over een jaar of 10 dat het geheel een verloren ambacht zal zijn.